In sommige delen van het centrum zijn nog goed de sporen van de Vierdaagse feesten te zien. Bij de Van Schaik-Matonsingel ligt er nog een hoop afval. Hetzelfde geldt voor Plein 44, maar eerst moet nog het podium daar opgeruimd worden voordat de DAR aan de slag kan. In andere delen van het centrum ligt hier en daar nog wat plastic. Dat wordt nu allemaal opgeruimd.